Zo, goedemorgen. Even fris wakker worden met een douche. Ja, en je raadt het misschien al. Meteen in de badkamer maak je gebruik van gas om een beetje warm water uit de kraan te krijgen bijvoorbeeld. Of als je beneden komt, misschien hebben je ouders hem al aangezet, de verwarming. Ja, want om de meeste huizen in Nederland warm te krijgen, is gas nodig. Ja, en dat broodje dat je misschien mee naar werk of naar school neemt, dat kan natuurlijk in zo'n plastic zakje. Maar je staat vaak niet bij stil, plastic is weer gemaakt van olie. En dat geldt voor heel veel spullen die gemaakt zijn van plastic. Denk aan je tandpastatube, speelgoed of soms zelfs ook je eten. Best wel veel dingen dus. Dus ik was ook wel een beetje verbaasd toen klimaatdeskundige Helene de Koning mij dit allemaal vertelde. En als je daar nou vanaf wil komen van die olie, wat we willen vanwege klimaatverandering, dan kun je die plastics langer gebruiken. Je kunt minder kopen en je kunt, als je ze toch moet weggooien, zoveel mogelijk die plastics recyclen, zodat je daar nieuwe plastics van kunt maken en minder olie nodig hebt. Goed, op naar werk. En het beste is natuurlijk met de fiets, dan verbrand je alleen vet. Maar goed, dat is voor mij 60 kilometer net iets te ver. Dus ja, dan maar met de auto. Maar goed, je weet vast al, die rijden vaak op benzine of diesel. En dat zijn allebei fossiele brandstoffen. Wel komen er steeds meer elektrische auto's. Maar goed, van de 9 miljoen auto's die er zijn in Nederland, is maar 4% elektrisch. En de rest, zo'n 90%, ja, is toch nog op fossiele brandstoffen. Dus benzine en diesel. En ook bussen, vrachtwagens en schepen die goederen vervoeren. En vliegtuigen werken op fossiele brandstoffen, op olie vooral. Vooral als je het vliegtuig pakt om op vakantie te gaan, dan verbrand je in een hele korte tijd heel veel olie. Zo, aangekomen op werk, maar ook hier ontkom ik niet aan gas, kolen en olie. Mijn telefoon bijvoorbeeld, er zitten allerlei metalen in, zoals staal bijvoorbeeld. En om die te maken, jawel, heb je kolen nodig. En dat geldt dus ook voor je tv, je computers, je laptop en andere elektronische apparaten. Goed, je merkt het, overal om ons heen zijn er spullen die gemaakt zijn of die werken op olie, gas of kolen. Maar wat als die fossiele brandstoffen verdwijnen? Hoe gaat ons leven er dan uitzien? Helene heeft wel een idee. Ja, energie zal veel meer uit windmolens en van de zon komen. Je gaat veel meer hergebruiken en recyclen. En die plastics die je toch nog nodig hebt, die worden niet meer uit olie gemaakt, maar uit gerecyclede plastics of uit planten. Zo kunnen we van de fossiele brandstoffen afkomen.